In deze ruimte slapen straks Oekraïense vluchtelingen. Het voormalige Rabobankkantoor aan de Boschdijk is omgeturnd tot opvanglocatie. Zo'n 200 mensen kunnen daar opgevangen worden. De afgelopen weken was Springplank 040 hard aan het werk om alles op tijd in orde te krijgen. Maandagmiddag werden de eerste vluchtelingen ontvangen. En ook de buurt ontvangt ze met open armen. Ja, fantastisch. Dit is natuurlijk een hele schrijnende situatie waarin die mensen verkeren. Dus ze zijn van harte welkom. Ik vind het heel goed. Die staat al een hele tijd leeg. En ik heb op een gegeven moment wel begrepen dat ze er studentenhuisvesting of gewoon woningen van gingen maken. Maar dat is telkens niet gebeurd. Dus ik vind het echt heel fijn voor die mensen dat er nu een plekje is, want het stond toch leeg. Er zitten hier toch veel nationaliteiten, dus ik denk, ja, maar ik denk dat de Oekraïners opgevangen moeten worden en dat dat een goed idee is als daar een groot pand leeg staat. Ik denk dat er vooral heel veel mensen hier deze kant op komen die echt geen andere keuze hebben. Dus ik maak me er eigenlijk geen zorgen om als daar een familie met 3 kleine kinderen komt. Die willen gewoon hier veilig zijn en zo snel mogelijk terug naar huis, denk ik. Ook dat zijn mensen van onze samenleving. We zijn één. In totaal verblijven er volgens de gemeente zo'n 700 Oekraïners in Eindhoven. Naast een verblijfplaats krijgen de vluchtelingen ook 50 euro leefgeld per week.